leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Dat was een fucking partypopper. Welkom bij een nieuwe vlog van Enzo Knol. Doe alvast een groen duimpje omhoog voor mijn kleinzoon. Oh, holy shit trouwens. Deze gaf iets meer troep dan de vorige keer, deze partypopper. Wacht. Ik weet niet of jullie het goed hebben gezien, maar... Nou ja, de vlog begint in ieder geval met een spetterende partypopper. Jullie weten denk ik allemaal ondertussen... ...dat ik mijn arm dus in een spalk soort van gips heb. Ik ga proberen om elke dag vlogs voor jullie te maken, maar ik zal er wel heel veel moeite mee hebben. Ik weet ook niet of ik ze altijd op tijd om 4 uur online kan zetten, maar ik ga in ieder geval mijn best doen. Zo net heb ik echt een half uur gedaan over het opstaan en mijn knopen dicht doen en sokken aandoen en al die shit. Het is echt een fucking drama, dat wil je niet weten. Het wordt nog een lange dag voor mij. Ik sta op het punt om zelfs een video te editen. Ik ga mijn best doen. Oké, fuck it, dit gaat niet werken. Ik krijg deze niet aan. Dus dan doe ik hem maar op een hele swag manier aan. Een beetje op de helft of zo. Ik wil mijn pet pakken, maar dat gaat niet. Mijn pet! Het is echt dom dit. Zo, kijk, dat is beter. Dan loop ik de hele dag wel zo rond. Vet swag, yo. In ieder geval, leuk dat jullie kijken naar de vlog. En let's fucking do this. Peace. Oh ja, ook al zit ik in een spalk, ik kan nog wel een tosti maken. En natuurlijk, het eerste wat je neemt nadat je wat gebroken hebt, is een ibuprofen. Ik heb nog steeds fucking veel pijn. Dus laten we dit even naar binnen werken. En dan zie ik wel wat ik de rest van de dag ga doen. Yo guys, leuk dat jullie nog kijken naar de vlog en het is inmiddels alweer avond. En nu zou je afvragen, wat heb je misschien de hele middag gedaan? En ik heb de hele middag op de computer gezeten. Het editen van video's duurt namelijk echt fucking lang. En ik ga straks ook niks meer doen, want ik heb echt heel veel pijn nu omdat ik al zoveel heb gedaan. Maar er moesten nog gewoon even wat dingen gebeuren. Morgen ga ik een belangrijke video uploaden over hoe ik het ga aanpakken deze week met de vlogs. Deze video zou ook een korte vlog zijn, maar ik zal jullie nog even wat hele gave dingen vertellen. Jullie zien hier trouwens op mijn beeldscherm hele gave fanart die zo'n gast Dylan heeft gemaakt. Hier zie je trouwens ook een hele gave fanart die hij heeft gemaakt. En die ga ik ook nog wel op Instagram zetten. De Instagram van mij staat in de beschrijving. Heel veel mensen hebben gevraagd bij de vlog van gisteren waar dit is gebeurd. Van, oh Enzo, hoe ga je dat nu precies doen? Nou ja, ik heb er even over na zitten denken hoe ik het precies ga aanpakken met mijn kanaal deze week. En hoe ik het met de vlogs ga doen. De vlogs die zullen in eerste instantie even wat minder lang worden, denk ik. Maar ik ga mijn best doen. Meer informatie morgen. En ik denk dat ik wel iets heel gaafs heb geregeld voor jullie. Om alsnog jullie te entertainen op mijn kanaal. Ook wil ik even zeggen dat ik denk dat we morgen de 100.000 abonnees hebben gehaald. Holy fucking shit. 100.000 abonnees, hoe fucking vet is dat? Ik had nooit verwacht dat ik zo snel, of nou ja, laat staan, überhaupt de 100.000 abonnees zou halen. Hier komt nog een speciale video van. Ik had iets heel erg gaafs. Ik had twee leuke dingen in gedachten. Eén daarvoor heb ik mijn arm voor nodig. Dus die video zou ik later gewoon moeten maken als mijn arm weer helemaal is genezen. Maar ik ga sowieso een speciale 100.000 abonnees video maken voor jullie. Waar ik mijn arm niet per se voor nodig heb. Dan moet ik nog wel even het een en ander voor regelen. En even vragen of ik daar mag filmen. Oh, zijn jullie wel een beetje nieuwsgierig? Mijn moeder die kwam zo net thuis, die heeft voor mij gekookt. Mijn moeder die kwam binnen en die zag dit. En ze keek me echt aan en ze zei, Enzo jongen, ik vind dit nu even op een gegeven moment niet meer zo leuk worden. Want elke dag als ik binnenkom, dan is er weer iets anders aan de hand. Dan ben ik weer gevallen en zit ik onder de schaafwonden, dan heb ik iets gebroken. Dan ligt het hele huis vol met partypoppers. Ik bedoel, moet je kijken hier aan het plafond.
Aan het plafond zitten allemaal partypoppers zelfs. Hier in de lucht hangt fucking partypoppers. Of nou ja, partypoppers slierten, hoe de fuck je het ook wil noemen. Maar dat komt omdat ik een video vanmiddag heb opgenomen met een partypopper voor iemand. En ik ga niet zeggen in wie, want dat is geheim. Die video wordt namelijk in het geheim gemaakt. Maar verder ga ik er niks over zeggen. Wat ik nog wel even wil zeggen is dat laatst kwamen die fans langs. En die heb ik gewoon geprankt. Ik dacht, weet je wat? Er komen wel vaker fans hier aan de deur. En normaal gesproken zeg ik gewoon van... Hey, yo, hallo, mijn naam is Dennis Knol. Dat weten jullie dan vast wel, want zijn fans. En ja, jullie kunnen wel even op de foto. En daarna ga ik weer naar binnen en ga ik verder met waar ik mee bezig was. Maar ik dacht, weet je wat? Fuck it. Ik ga gewoon een keer een van die fans die aan de deur komt pranken. En die heb ik goed in de maling genomen. Morgen ga ik die prank editen. Want nu heb ik echt gewoon te veel pijn. Ik neem een ibuprofen. Ik heb altijd moeite met die naam zowat. En dan ga ik heerlijk een filmpje kijken. En daarna ga ik slapen. En ja, ik hoop dat jullie even genoeg hebben met deze korte vlog. En nou ja, hopelijk. Dat hebben jullie wel. Dat zal wel moeten. Ik bedoel, het is, ja, ik kan er gewoon niks aan doen. Ik loop de hele dag rond met... Ja, op deze manier loop ik rond. Ik krijg niks helemaal aan. En helemaal aan. Af en toe heb ik echt van die woorden van ik denk van holy shit, dit is geen eens Nederlands. Maar ja, dat was de vlog. Hopelijk vonden jullie het toch nog even een leuke, snelle, vette vlog. Het begin was tenminste wel vet, vond ik in ieder geval leuk om te doen. Partypops zijn altijd leuk. Peace! Leuk dat jullie nog allemaal hebben gekeken. Dankjewel. Oh, kan ik net een shout-out? Oh, ik kon het. Naar jullie allemaal. En hoe fucking veel likes ik heb gehaald op de vlog van gisteren in... Same. Ik heb er geen woorden voor. Briljant gewoon. Fucking vet. En thanks voor alle tweets die jullie mij hebben gestuurd. En thanks voor iedereen die me blijft volgen. Ik ga mijn best doen nogmaals om vette shit voor jullie online te zetten. En geloof me, er komt nog vette shit aan, jongen. Er komt echt nog hele vette shit aan. Dus zet je maar een schrap. En ja, shout-out naar jullie allemaal. Tot morgen met een nieuwe vlog. Yeah. Knol Powers.